Bennett Kuhne, Bos Winterparadijs. Ja, we zijn weer begonnen met de opbouw. We zijn natuurlijk erg blij mee dat we toch continuering hebben kunnen vinden dit jaar. Het was even moeilijk met de begroting. Uiteindelijk is het toch gelukt. Het is net Sinterklaas. Sinterklaas heeft elk jaar ook een probleem. Ja, maar goed, kijk, vergis jij niet. Het is, ik doe wel heel veel evenementen. Het is wel een evenement wat bijna een maand staat. Hè? Dus je praat niet over een klein evenementje. Vandaag begint de opbouw. Het is vandaag geloof ik 9 december. En de afbouw is op 6 januari. Ja, dat is 28 dagen. Dus dat vergt erg veel inspanningen van heel veel partijen. Van beveiliging, van onderhoud, van toezicht. Van ja, invulling van regie. Dus dat is, Wie is de organisator? Is dat de PEP? Nee. De organisatie ligt in het bestuur Bos Winterparadijs, een aparte stichting. Het zijn wel dezelfde die Bourgondische Den Bosch ook doen, hè? Het is dezelfde stichting die Bourgondische Den Bosch organiseert. Aparte stichting, om risico toch in ieder geval te mijden met elkaar. Het kan niet zo zijn dat het ene evenement ten koste van het andere evenement een fiasco zou krijgen. Dus wat dat betreft zijn het aparte stichtingen. Maar we doen het met plezier en met dezelfde mensen. Nou, jullie gaan met het Bos Winterparadijs beginnen aankomend weekend. Ja, 14 december is de opening. 'S morgens om 11:30 met een clinic van de ijshockeyvereniging Red Eagles, zover ik op dit moment weet. Om 12:00 is de ijsbaan open. Hetzelfde als vorig jaar of de andere jaren. Kinderen tot 12 jaar zijn welkom op de ijsbaan om te schaatsen met de ouders. Boven de 12 jaar, ja, helaas. Maar we hebben nog een ijsbaan in het Sertogenbosch Sportion. Dus wat dat betreft kunnen ze altijd schaatsen in de winter. Nog bijzonderheden ten opzichte van vorig jaar? Zijn er veranderingen of is het een beetje dezelfde opstelling? Het is een beetje dezelfde opstelling. Wat wel leuk is en wat nieuw is, is en dat wordt dan weliswaar georganiseerd vanuit PEP. Op zondagavond 15 december is er een Bosse curlingavond. Dus Bosse horecabedrijven kunnen meedoen met een curlingavond. En we hebben